Er zijn nogal gigantische werkzaamheden wat hier verricht wordt. Dus, maar ja, het schiet wel nu wel op. Het doorgaand verkeer is wat minder, maar ik, als winkelier hier heb ik ook niet heel veel last van. Het moet gebeuren. In de Spaanemerstraat en de Tasmanstraat vervangen we momenteel de riolering, de gasleiding, brengen we nieuw straatwerk aan. Daarnaast brengen we nog nieuwe openbare verlichting aan en brengen we uiteindelijk nieuw asfalt aan. Zijn we op dit moment de riool aan het rooien? Het nieuwe riool ligt er al in. Het oude riool halen wij eruit. En dan zetten we de lozingen vanaf het huis over naar de nieuwe riool. Gedurende de werkzaamheden aan de Tasmanstraat is er eenrichtingsverkeer mogelijk, stad in. Verkeer met de bestemming Spaanemerbuurt moet gebruik maken van de of de Spaanemertunnel of de Houtmankade. De werkzaamheden duren tot eind dit jaar. Dat uiterlijk 21 december moet de hele herinrichting klaar zijn. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer.